Welkom bij weer een nieuwe gameview en vandaag review bij Albalol of Reservoir 2. Deze game heb ik ook al eens een keer eerder gereviewd in 5 maanden geleden ongeveer. En ik dacht, er is een V2 gekomen, dus ik dacht, ik ga deze opnieuw reviewen. Nou gaan we eens even beginnen. Waar kan ik op te spannen? Hier zo. Eens even kijken. Oh, dit ziet er best cool uit. Je kunt gewoon je auto kiezen, dan gewoon eentje spawnen. Dit ziet er wel mooi uit. Even kijken, kan ik ook een Lambo spawnen? Oh, die heb ik nog niet. Moet ik daarvoor apart naar een dealer of zo? Of hoe zit dat? Ja, dat denk ik wel. Moet ik daarvoor apart naar een call dealer? Dat ik niet eens daar kan. Dat weet waar die is. Of wel, en daar zit de command, dus. Nee, dat wordt even wat. Oh, ik kan wel even weer mijn rijbewijs halen. Oh, dit knopje werkt niet. Heb ik ook wat aan. Maar ik vind het gewoon, als ik een beetje zo kijk, niet het allermooiste. Maar oké. Loads O2 te koop. Lood kopen. Oh, ik heb niet genoeg geld. Je kunt loads kopen. Maar ik heb het systeem gekocht. Want ik herken dat systeem wel in ieder geval. En ik denk dat we eens even gaan moeten lopen. Want ik kom niet aan een auto. Oh, hier is de car dealer. Oh. Als ik dat even eerder had geweten. Dus even kijken. Gaan we eens hier een auto kopen. Koop een auto. Oh, gratis. Auto succesvol gekocht. Nee, hier heb ik niks aan. Ik moet maar lopen. Wel een leuke portofoon. En een mobiel vind ik ook best tof. Daar kun je ook heel veel mee. Net, de mobiel wil je net 5R niveau. Oh, laat het zomaar zeggen. Niet dat het, dat het gewoon een goed script is. Dat is een beetje hetzelfde ding als hun. Dus daarom. Daarom zeg ik ook dat het 5R niveau is. Niet dat het een lelijke ding is, maar van die goede maken. Okay. Nou, dan kan ik eigenlijk met de auto pad. Kijken. Yes, ik heb een auto. Top. Nou, we gaan op pad. Nou ja, dat vind ik niet allemaal mooi gebouw, maar ja, wie ben ik? Beton vind ik wel een beetje een rare vorm hoor. Dus ja, nou, dit zijn op zich wel leuke huizen. Maar het is een beetje meer lichte kleur altijd. Een beetje lichte kleur. Ik denk dat het lighting niet allemaal mooi is, naar mijn mening. Maar ja, de huisjes zien er wel leuk uit. Dus de command base, die ziet er dus wel mooi uit. Ja, dat is best uniek. Laat het zo zeggen. Dit is ook wel leuke huisjes. Ja, de map ziet er wel leuk uit. Het is wel steeds dezelfde weg, lijkt mij of zo. Heel te met die van die fietsbaan of zo. Zo'n grote systeem in. Oké. Okay. Nou, dat lijkt net. Nu zie je wat dit is, maar dat ziet er ook wel leuk uit. Dit zijn ook allemaal huizen. Waar staat er een kerstboom in een huis? Tel het dat het februari is. Of ik doe nu maart, maar dat ik het opneem is nog februari. Waarom zit er nou weer zo'n kerstboom erin? Tel het dan wat maart is. Beetje raar. Verboden toegang. Blokman. Zou wel een gang zijn of zo. Nou, dit is geblokkeerd. Mini-bompjes. Dat is ook wel leuke huizen. Ja, het alleen een beetje te lichte kleuren. Ik ga het zo donker maken. Het ziet er een klein beetje mooi uit. Weet je wat ik altijd vind? Lichtere kleuren zijn een beetje lelijk en als je het een beetje donker maakt, zien ze er net wel mooier uit. Dus dat vind ik. Nou, we hebben hier een zeikenhuis. Dit gebouw kan naar mijn mening beter. Misschien ligt het ook meer aan de lichte kleur. Ja, dat vind ik juist het allermooiste. We hebben een flitspaal. Ik ken ook een liedje over een flitspaal. Eens even kijken. Nou, dit is boerenveldjes. Nou, dat ziet er wel op zich oké uit. Alleen weer lichte kleuren, nou ja. Is dat maar zo. Zit ik niet mee. Ja, het ziet er wel zich auw. Ik rijp tegen een boom aan. Wat staat erop? Verboden toegang voor onbevoegden. Nou, ik ga er gewoon op. My bar. Bar. Dit is een oud gekocht gebouw van Fold Lab. Die hebben sommige mensen blijkbaar nog steeds in de map staan. Oké, en hier een snelweg. Deze snelweg vind ik wel best nice. Laat het zo zijn. Ja, hij gaat ook bochtjes in. Oké, moest even zeker weten. Oké. Moest het even zeker weten. Nou, ik zie matrixpodden. En dat is die ook wel een beetje, denk ik.
viaduct. Oh, ik ben geflitst door een flitsbaan bij de snelweg. Ik rijd 182, ik heb een boete. Nou, dit is een beetje dom, maar ja. Ik zie ook zwart geld. Ja, ik denk dat ze vooral gekochte scripts gebruiken. Deze scripts herken ik ook wel, van de Alpas die is volgens mij of zo. Dus volgens mij gebruiken ze gekochte spullen. Dat weet ik niet zeker, maar volgens mij wel. Ga eens even kijken wat hier is. Het is wel een leuke rotonde. Eens even kijken. Maar ik denk dat ik ook niet meer lang ga omslingeren, want ik heb volgens mij alles wel gezien, zowat. Even kijken. Oh, hier is het bedrijventerrein. Zie je allemaal loodsen of zo? Koterhonden. Oh, dit zijn de loodsen. Oké. Dat is wel zich een nice quality, maar er kan wat meer detail in. Ja. Voor mij is het niet. Oh, is er wel mooiste huisjes. Dit is zoals voor mij politiebureau. Dat ken ik ook al voor mij op een manier. Maar dat is mijn mening hoor. Mijn inzicht hoor. En dit is ook wel een mooi huis en ik denk dat dit het hier ook bij kan houden. Want ja, dit is een beetje zowat alles wel. Ja, ja, dat is het ook wel. We gaan naar de uitslag. Toffe map, alleen ik ben niet zo fan van de lichte kleuren. Maar als je zo'n beetje in die gebouw kijkt, ziet het wel zich uit. Naar mijn mening, ik zal de map een klein beetje donkerder maken. Dat het er nog beter uitziet en de kleuren ook meer donker maken. Dat ziet er veel mooier uit. Ik denk dat je dan ook een mooiere map hebt. Daarnaast, nou ja, er zijn een paar gebouwen vind ik niet mooi, maar de meeste vind ik wel mooi. Ik heb ook een Albertijn gemist. Zou ik er even snel naartoe lopen, maar de scrits, die zijn wel best leuk. Het, is vooral het lijkt vooral een beetje op 5 weg, want die heeft het ook altijd allemaal bijna hetzelfde. Ik geef deze game een 8. Dat moet kunnen, een 8. Het Albertijn vind ik niet al het mooiste gebouw. Laat het zo zeggen. Ik zie ook FM's. Je kunt de winkel openen, dan kun je water kopen. Wat is dit dan? Oh, ik kan een plofkraak krijgen. Welke gaan we even doen en dan laat ik het hierbij. Dit was de video, ik ga ondertussen in de plofkraak plegen. Like en abonneer, zoals altijd. Later. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren, la 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. La 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 la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan.